Doniel, hoe haal je het in je hoofd? Kom op. Wat bedoel je? Ja, achter een standbeen door in die fase van de wedstrijd? Ja, je moet wel. Ik bedoel, die bal valt net achter me. Het kwam in me op en het viel perfect in elkaar. Zeg maar. Ja, ik kan wel nog een keer vragen, hoe haal je het in je hoofd? Maar je kan ook zeggen, hoe kunnen jullie dit zo lijken weg te geven op een gegeven moment? Ja, ik bedoel, we staan misschien net niet goed. De aanvallers hebben net geen druk. Bij hun verdediging, ze geven een goede lange bal, die 1-0 dan. En ja, dan moeten we gaan werken. En dan heeft PSV ook nog een soort van raar patent of een soort van traditie om dan het heel erg spannend te maken? Ja, nou, traditie, ja. We hebben het vaak gedaan, maar ik denk dat we het liever niet willen doen. Maar ja, als je 2-1 achter staat, 10 minuten, je moet iets. Het publiek gaat er goed achter staan, je scoort die 2-2 en dan komt iets naar boven bij iedereen. En ja, als je dan scoort, dan is het alleen maar mooier. Ja, ik ben beloofd dat we het snel houden, dus ik stel je nog één vraag. Begint het al te wennen, die nummer 9? Ja, de positie heb ik nu al een paar wedstrijden gespeeld. Een nummer vind ik wel een aardig nummer. Ja, een heel ander type dan Luc, hè? Maar het gaat je alleraardigst af. Ja, klopt. Maar ja, is wat het is. Thanks man. Succes. Als je niks wil missen in de voetbalwereld, download dan de VTBL-app en blijf van alles op de hoogte.